Helemaal en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Ronald en ik neem zoals elke week mee op de moestuin, waar ik je alle tips en tricks leer om ook jouw moestuin tot een succes te maken. En deze week wil ik het met je hebben over de bloemen van de kalebas, de courgette, de komkommer, de pompoen en wat er altijd mee gebeurt. Want ik hoor heel vaak van mensen dat die bloemetjes eraf vallen en dat het vruchtbeginsel afsterft. En vandaag in deze video ga ik je uitleggen hoe dat allemaal precies zit, zodat jij lekker veel vruchten aan je planten krijgt. We staan hier bij de courgetteplant en hier kun je mooi zien hoe het precies zit met de verschillende stadia van de bloem. Want het eerste waar we het over gaan hebben, dat zijn de mannetjes en de vrouwtjes. Nou, dit is een vrouwtje. Dat vrouwtje die draagt de vrucht. En je ziet hier ook al, het steeltje begint hier zo. Daar komt het beginsel van de courgette aan met de bloem aan de achterkant. En hier zie je deze bloem. En deze bloem die heeft niet dat vruchtbeginsel. Die heeft gewoon een lange steel. En dan houdt het daarop. Komt er een bloem aan en je ziet geen beginsel van de courgette. Dat wil dus zeggen dat dit de mannelijke bloem is. En dit is de vrouwelijke bloem. Je kunt het al van tevoren kun je het al zien. Hier komt ook al een verdikking aan. Dat is de vrouwelijke bloem wat hier dan aankomt. Want dit is het begin van de courgette al. Op een gegeven moment, zoals bij deze, is die bevrucht. En valt het bloemetje valt er dan af. Kijk, die zit er al gewoon los op. En daar groeit dan de courgette uit. Het is bij de pompoen en de kalebas en de komkommer allemaal hetzelfde. Maar dit is nou eventjes makkelijk om als voorbeeld te pakken, omdat ik hier alles bij de hand heb. Maar bij de pompoen zie je hier dan geen lange aan zitten, maar dan zie je dan een bolletje aan zitten. En bij een komkommer zie je er wel weer een lange aan zitten. Het probleem bij de bloemen is dat die 's ochtends open gaat. En dat die nou eigenlijk tegen een uur of 10, 11 gaat de bloem alweer dicht en dan gaat die verwelken. Nou, dan kunnen er dus zoals hier geen bijen meer in komen, want de bijen doen de bestuiving. De bij die moet erin kunnen vliegen, die gaat van deze. Gaat die naar die. En dan gaat hij hem bevruchten en dan groeit dit door. Als deze niet bevrucht wordt, dan zit wel het vruchtbeginsel eraan. Maar dan krijg je dat die vruchtbeginsels, die gaan dan gewoon verschrompelen, verrotten en die sterven af. Nou lees ik heel veel over dat er alleen maar mannelijke bloei aankomt en geen vrouwelijke bloei. Dat wil dus niet zeggen dat er ook elke keer een mannelijke en een vrouwelijke bloem aan zit. Over het algemeen is het wel zo, maar soms heeft de plant even een poosje nodig om eigenlijk een beetje in te lopen. En dan goed aan de gang te gaan, want zoals je hier ziet maakt hij heel veel bloemen. Nou, ik zie hier alweer mannelijke bloem, vrouwelijke bloem. Dus er zijn altijd wel bloemen die dan tegelijkertijd open gaan. Bij sommigen is dat ook niet zo. En ja, dan kun je ervoor kiezen om het bloemen weg te halen. Dat is eigenlijk niet nodig. Als je gewoon een beetje geduld hebt, dan komt het vanzelf weer goed. Het regelt allemaal zichzelf wel. Je ziet het vaak als het een beetje wisselend weer is geweest. Als het bijvoorbeeld heel nat is, dan zie je er meer mannelijke bloemen aankomen. En als het weer een beetje schommelt, dan heb je ook vaak dat er heel veel vrouwelijke bloemen aankomen en geen mannelijke bloemen. Mocht het nou zo'n jaar zijn, dan kun je altijd deze bloem eraf halen. En als je het blad van de bloem afhaalt, dan hou je hier de stamper over. En de stamper, daar zit al het stuifmeel aan. Je ziet het rollen als je er met je vinger overheen gaat. En daarmee kun je de vrouwelijke bloemen ook handmatig gaan bevruchten. Of je gaat even met een kwastje erdoor en je gaat van bloem naar bloem. Als er maar een beetje stuifmeel op zit, dan kun je gewoon van bloem naar bloem gaan. En dan kun je het ook handmatig gaan bevruchten. Wil je voorkomen dat je dan een plant hebt die alleen maar een mannelijke of alleen maar de vrouwelijke bloei heeft, dan kun je ook ervoor kiezen om twee planten te zetten. En dat is wat ik hier heb gedaan. Want ik heb hier één plant staan, die heb ik je net gezien met de bloemen erin. En hiernaast staat nog een plant, die loopt ook een beetje achter. En die begint nou net met de bloemen. Dus mocht dan in die andere plant geen mannelijke bloem zitten, dan komt die hier wel aan. En de bij die vliegt wel van deze bloem zo naar die andere bloem, dat is helemaal geen probleem. Bijen die leggen eigenlijk ook honderden meters af. En dat is geen enkel probleem dat die dat stukje gaan vliegen. En daarvoor laat ik ook altijd een beetje bloei in de kruiden staan. Ja, zodat de bijtjes daar gewoon lekker rondvliegen. Het kan ook zijn dat de bloem wel bevrucht is en dat die alsnog gaat rotten als je wel mannelijke en vrouwelijke bloei hebt. En dat komt omdat je dan te veel water geeft of omdat het een hele natte periode is. Als het heel nat is, ja, dan blijven die wortels allemaal bovenin liggen. Brandt de zon eroverheen en dan gaan ze dood. Trekken ze het vocht eigenlijk weer uit die vruchten. De plant moet overleven, dus dan stoot hij gewoon alles af. En het kan ook gebeuren dat het heel lang, heel nat is. En dan gaan die worteltjes gaan gewoon rotten. Ja, en dan
heeft de plant ook eigenlijk zijn kracht nodig om weer een beetje bovenop te komen. En dan gaat hij ook alle vruchten afstoten. Nou zit ik hier naast de komkommer. En bij de komkommer heb je ook komkommersoorten die alleen maar die vrouwelijke bloei geven en die zichzelf dus bevruchten. De nieuwere soorten die hebben het zoals dit allemaal vrouwelijke bloei. En die hebben dus geen mannelijke bloei nodig. De bijen die gaan dan gewoon hier van bloem naar bloem. En die worden zo bevrucht. Dus bij een komkommer hoeft er ook niet zo'n heel groot probleem te zijn. Als je daar geen mannelijke bloei aan ziet, dan komen de komkommers vaak toch wel vanzelf. Of je moet nog echt de oudere soorten hebben. Die zijn het wel nodig. Maar ja, over het algemeen is dat helemaal eruit gekweekt. Dan heb ik nog hier een paar moestuinklusjes te doen. Want een poosje geleden heb ik natuurlijk de bonen, die waren helemaal opgegeten. Die heb ik gezaaid. Volgens mij is dat nou 3 weken geleden uit mijn hoofd. Die video kun je hierboven nog wel eventjes weer zien. Maar ik heb ze hiernaast staan. En dit zijn ze geworden. Dit zijn de bonenplanten die ik 2 weken of 3 weken geleden gezaaid heb. Nou, je kunt zien, ze beginnen al een beetje in elkaar te draaien. En ze zijn behoorlijk. Dus deze, die ga ik nog even bij de stokken zetten. Ik had dus ook nog even gewacht op de hergroei. Maar als ik dit nu zie en ik zie de hergroei van de andere planten die ik heb laten staan. Nou, dan zie je wel een verschil hoor. Dit begint nou ook wel te groeien. Maar ik ga hier toch nog even die andere bij zetten. Ik denk dat die veel sneller boven in de stokken zitten dan deze plantjes. En dan is het natuurlijk maar hopen dat de slakken ze deze keer niet opeten. Want anders dan ben ik echt te laat, heb ik de stokken voor niks opgezet. Als het heel droog is, doe je er eerst even water in. En dan zet je de plant erin, zonder dat je daarna nog weer water geeft. En de reden waarom ik hier geen water in doe, dat kun je hier zien. Want als je hier kijkt, zie je dat de grond dus donkerder is. En die donkere grond, dat wil zeggen dat daar dus nog genoeg vocht in zit. En de toplaag, ja, die is bij mij altijd heel erg droog. Maar alles wat eronder zit, is omdat ik dus geen water geef, eigenlijk nat genoeg om toch de dingen in te poten. Met het weer van afgelopen dagen kan ik aanbevelen om er wel even wat water in te doen. Want ja, dat is natuurlijk echt extreem. Maar het is niet zo heel erg droog. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het zo goed komt. De bonen die zitten erin. Ik hoop dat dat helemaal goed gaat. Het lijkt in ieder geval geen slakken weer te worden, dus tegen de tijd dat het wel zover is. Ja, dan hebben ze al een voorsprong en dan zijn ze daar doorgegroeid. Dus ik maak me er eigenlijk niet zo heel erg druk over. Maar ja, je weet me nooit. Ja, anders heb ik in het ergste geval geen bonen van dit jaar. Dus fingers crossed. Ik ga lekker naar huis. Ik vond het weer genoeg op deze warme dag. Vond je dit nou een leuke video? Geef deze video even een duimpje omhoog. Klik hierboven om te abonneren. En hiernaast voor nog meer leuke video's. En dan zie ik jou weer terug bij een hele nieuwe video. Doeg!